Yes, welkom terug bij een nieuwe video van Magneet Bemis. Vandaag hebben we de Terror Magneet binnengekregen. Ja. Althans, we hebben hem vandaag niet binnengekregen, maar we gaan hem vandaag laten zien in de video. Ik heb er al mee gegooid. Wat een beest. Wat een beest. Het is niet de beest, maar wat een beest is dit. Kijk eens. Oh. En kijk eens. Heerlijke mooie omgeving. De naam van de omgeving ga ik niet meer noemen in de filmpjes. Want ja, als je natuurlijk wat vangt, dan... staat heel de kader staat vol met allemaal magneetvissers. Dat moeten we niet hebben. Dus we gaan beginnen hier. Ik ga het eerst met de thermomagneet gooien. Daarna ga ik de prikstok is er ook. Ja, kijk eens, hij is er ook, de prikstok. Dus die gaan we ook gebruiken. Kijk verder. Kijk eens, de eerste worp met de terror. Toen, hoor je hem? Doem! Ja, we zitten vast. Oh. Zo. Wat is dat dan, joh? Dat weegt, kijk eens. Kijk wel een plaat. Ja, dat is eigenlijk vanaf geslepen. Weet je, met zo'n snijbrander is het ergens vanaf gesneden. Ja, hier. Ze vastbranden. Wat een ding, jongen. Zo, die pak gewoon door dat hout heen. Zo. Nou, het is niet normaal. Weet je wat we gaan doen? Ik geef natuurlijk twee magneten weg. We gaan één thermomagneet daarbij weggeven. We doen dus één thermomagneet weggeven. En dan nog een wat lichtere magneet. Maar wat een ding is dit, zeg. Ho. Dus kijk eens. Van die twee magneten zal één magneet een thermomagneet zijn. Dus abonneer en win. Hey! Ballon. Ja, gelukkig zit het weer mee. Zo. Ja, nou zit hij goed vast, hè? Ah, dat valt wel mee. Het is een cirkelzaag. Ja. Nou, kijk eens. Ja, ik had hem even snel uitgepakt. Kijk hoe grappig ook. Oh, dat gaan jullie later nog wel een keer zien. Dat spoot water helemaal eruit. Maar dit is de prikstok dus van Magnetar. Hij is binnen. Wat was er nou mee gebeurd? Hij is waarschijnlijk gestolen. Ik meen het, kijk eens. Gestolen door de DHL, denken we. Dus ja, maar kijk wat we er gelijk mee uittrekken. Ja, het is een beetje regenachtig weer, dus we zullen pas filmen, ja. Weet je, laten filmen af en toe. Sorry daarvoor. Maar we trekken er een... Ja, wat het is. Kijk eens, als jullie het weten, laat het alsjeblieft achter in de comments. In de reacties. Want ik weet het eigenlijk niet. Maar het is wel iets ouds. Zien jullie dat? Maar wat het is geweest... Nou, ik blijf het toch herhalen hoor. De Buitenbeter app. Kijk, ik heb er nou een fotootje van gemaakt. Via de Buitenbeter app. Locatie doorgegeven, zwerf. Vuil, metaalafval, versturen. Versturen. Foto wordt verstuurd. Je melding is verstuurd naar de gemeente. Je melding is te vinden in meldingenoverzicht. Sluiten. Perfect, dan wordt het netjes opgeruimd. Natuurlijk in de video dat het aardig hard aan het regenen was. Het ging ook bliksemen, dus we hebben besloten ermee te stoppen. Lekker naar huis te gaan Fortnite'en. Wachten op deze mooie dag waar de zon schijnt. Heerlijk. En ja, we gaan weer verder natuurlijk. Ik doe dadelijk ook lekker mijn pak aan, een wetsuitje. De prikstok gaat eruit. Kijk eens, twee dingen wat wij denken. Eén, het kan een computer of een tv-scherm zijn geweest. Of twee, het kan aan de zijkant van een chauffeur hebben gezeten. Dat je er zo op kunt stappen naar binnen toe. Ja, lekker, die gaan natuurlijk.
We hebben bezoek, maat. Ja toch, sowieso. Ja. Toch maar weer met die blokmagneet gooien, want kijk wat er is gebeurd. Ik heb hem nou nog niet eens een kleine week en hij is nou ook kapot, terror. Dus ik ga hem toch gebruiken op de prikstok, dan kun je hem niet gooien. Dus als je hem gooit en hij komt op een steen terecht, ja, dan staat hij open. Zonde. Kabel aan vast. Een anker, denk ik. Of niet? Een anker. Nee, van de scooter, denk ik. Ja, of van een boot. Nou, kijk eens, jullie het herkennen. Laat het even achter in de reacties. Er zit nog wat onder, er zit nog een eentje onder, denk ik. Bij ons. Eentje. Zo, kijk eens, fietslot, ligt van alles hier. Een vierdoppen. Vierdoppie. Goed zo. Ja. Heel goed. Goed toch? Ja, heel goed. Alles een beetje opruimen. Ja. Hoe lang doe je al? Al 2 jaar. Heel goed. Dank u wel. Beetje grachten schoonmaken. Ja, grachten schoonmaken, sleutelen, van alles. Nog iets gevonden, Kia? Ja, een kluizen, een oude dolk, kogeltjes, ja. Een kluis? Ja, kluis met allemaal 1 centjes erin. Ja? Ja. Oude geld? Ja, oud geld, gulden geld. Zo? Ja, dus dat is wel leuk. En briefjes? Nee, briefjes nog niet. Maar wel weer een slot nou. Van AXA? Ja. En een blikje in de water? Ja. Ik word nou weer een week hier. Oh, oké. Okay. Heerlijk. Heerlijk. Die fiets er al uitgehaald, die ligt er ook ergens aan de kant. Oh, er ligt er ook nog een fiets? Ja, ietsje meer naar, naar voren. Zeg maar. Oké, okay, die haal ik er wel uit. Kom helemaal goed. Ja. Rijdt weer een beetje op, Frank. Ja. Hier komen ze niet trekken van de gemeente hoor, in deze... Nee. Nee. Moet wel een keer gebeuren. Ja. Daar gaan wij voor. Ja, er zit van alles aan. Eerst beginnen we met een ballon. Ballon. Dan krijgen we een... Zo. Zo, kijk eens! 10 cent! Dat is 10 cent, hé! Dikke buit! Krijgen we nog een apart schroefje? En dan de fiets. Althans, wat er nog van over is, hoor. Dan ligt er nog één. Oh, er ligt er nog één! Deze soort kinderfiets. Die heeft voor- en achterbanden. Oké. Okay. Die ligt ergens langs de kant. Nou, we hebben eerst een lepeltje. En dan hebben we een 4. 5. Voilà. We hebben een auto gedumpt. Daar heb ik nog wel moeite mee, hè? De terror in het begin. Hey! Wat wil je nog doen? Ja. Een lepel, alleen nou iets groter. Nog een stuk ouder. Zo, kijk eens. Hey, de space, kijk. Thank you.
Zo, het is feest geweest. Twee ballonnen. Ballon, ballon. Ballon, ballon. We maken er grapjes over, hè? Kijk eens, kijk eens. Dus jullie weten wat het is? Een oude landmijn. Ja. Kijk die knop, ja. Dat is een oude mijn, joh. Bang! Raad hem maar af. Nou, jij? Jij hebt handschoenen aan. Hele mooie step. Gloedje, joh. 15 euro, kijk eens. Gaaf, hè? Open gezagslot van een fietserdief. Yes! Yes! Oh, zo! Ik dacht een gun! Kijk op een paraplu. Omdat ik dacht, hij zit in de tas. Kijk, het lijkt zo leuk zo. Die achterkomen. Dat is de paraplu. Oh, jammer, hè? Dat is jammer, zeg. Ik dacht mijn eerste gun eruit. Een muntje? Ja, ja, ja. 25 cent, zo, die is mooi ook. 19,80. Huh? Oh, hij legt er weer in. Even wachten. Pizza. Ja, we halen de eerste. Wat is het? Oh, een kop van. Zie je, er is hier een gereedschapkist gedumpt. Hier, een kop van de moker. Oh, en we hebben hem. Daar is hij weer. Een kwartje. 19,80. Kijk eens. Zien jullie dat? Gaaf, hè? Kijk eens. Weer een schroevendraaier. Nog een schroevendraaier. Leg gewoon een hele gereedschapje in. Mooi, hè? Je mag dan snel even de gereedschap zetten. Nou, we hebben wel een minuutjekist in, hè? Ja. Huh? Het zou kunnen dat de wieltjes van aluminium zijn. Dus dat je ja, 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 maar ik sta er, ik voer ook met mijn voeten voor dit. Oh. Hm? Kijk eens. Oh. Daar hebben we hem. Kijk eens. Oh, super tof. Alsjeblieft. Heb jij een skateboard gezet? Ja, hè? Oh, echt? Super bedankt, joh. Ja, alsjeblieft. Dikke. Hij zat nog gewoon goed. Ja toch? Ja. Succes ermee. Ja, dankjewel, hè. Veel plezier nog. Yes. Dankjes. Heb je nog wat te vertellen, Magnet Babies? Nee, Magnet. Ja, ik heb zeker wat te vertellen. Weet je wat we gaan doen? Kijk eens. Volgende week, of de volgende aflevering die jullie hierna gaan zien, die gaat helemaal in het Engels worden. En wat is daar nou zo leuk aan? Ik ken geen Engels. Ja, ik heb Frans-Duits, maar dat is een zanger, dus daar hebben we niks aan. Ja, dat gaat mij nooit lukken, jongens. Hé, hé, hé! Wat hebben we gemist? Wat hebben we gemist? 5 cent. Ja, ja. Hebben we een sleutel wat niet meer echt veel op de sleutel lijkt, maar... En dan hebben we een hark. Hoppa. Ga jij eens even kijken of we met de andere ruiten naar huis kunnen? Zal die doen? Zo, kijk daar! Die dikke AMG! Ga gewoon open! Hoi! Nee, wat fout is het geweest? Zie je die? Nou, kijk eens. Iemand zijn uitsluiters weer. Hey! 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 Weer een kwartje. 1972, kijk eens. 1972. Zo, kijk eens. Nou, deze is echt gaaf. Hoi, mus. Kom even eten. Oh, lekker man. De lijst is almost dicht, dus ik heb mijn broodje kebab gehaald. Lekker. Ik ga ijsje maar een broodje kebab. Nou, we hebben eerst een gaaf.
oud. Zie je dat, een paal? Oh nee, dat heb je dus hier van de oude Groene Brug geweest. Zie je dat? Maar, we hebben een extra magneet. We hebben een magneet gevonden, kijk eens. Zien jullie dat? Hij is niet zo heel sterk, maar hij doet het. Zo, we zijn weer op een andere locatie, gelijk beet. Ja, dat is een soort pickaxe of een rooster. Het hangt erin. 100% jongens, ik ga het er maar niet uithalen. Of gaan we hem er wel uithalen? Ja, we moeten de politie bellen. Oh my god. Kijk eens. Yes! Kikken jongen. Yes, maar eerst 2 jaar lang, kijkers. 2 jaar lang ben ik. Je kijkt andere filmpjes. Guns, 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 guns. En ik heb alleen maar troep. Na 2 jaar lang, kijkers. Mijn eerste gun. Mijn eerste gun. Yes! Nou, ik pak hem gewoon bij. Ja, een beetje zwaar ook. Six and a half hours later. Sok of in een theedoek of in een washandje of zo. In een sok of zo, zo. Ah, de gepoten hebt hij ook gehad. Ja, we zeggen het uit daar. Kijk dan. Oh my god. Dat ding is gloedje nieuw. Jongens. Dit is geen pistool, man. Het is een luchtdruk pistool. Dat ding is gloedje nieuw. Kijk dit. Het is een her... Dat is wel helemaal vervaagd, zeg. Made in England. Harrington and Son. Walton Sherry. The Gap. Oh, door die sok is hij misschien zo mooi gebleven, hé. Ja, hij is wel hier helemaal aangekoekt, hè. Hier is hij ook aangekoekt. En binnenin is hij helemaal... Gaaf, zeg. Maar wat moeten we hier nou voor doen? Moeten we hier nou de politie voor bellen? Hè? Huh? Raak je nog een keer, hoor. Moeten we hier nou de politie voor bellen of niet? Zo is hij. Alleen de achterkant is een beetje oud. Oké. Ja, alleen dit is heel erg aangetast. Hij zat in een sok, zat hij ook. En dit stak uit die sok. Okay. Internet staat hier voor 80 euro uit de veiling. Okay. Ah, die mag je niet houden zeker? Nee, dat dacht ik al. Daar belde ik ook voor de zekerheid. Hij weet het zelf, dan ga je door de verzoek. Ja, dan krijg je ellende mee. Ik neem hem mee. Zo kijkers, mijn eerste gun. Hoe gaaf is dat? Ja, ik heb besloten om de politie te bellen. Ik vind dat veel beter, kijkers. Ik wil eigenlijk dat jullie dat ook doen. Want het is toch wet, wapen, munitie. Je mag die dingen niet hebben. Als ze bij je thuis komen, ze vinden die dingen. Heb je, krijg, ken je, kans lopen dat je een strafblad krijgt. En ja, dat wil je gewoon niet. Dat heeft invloed op je werk. Dat heeft gewoon invloed op alles, een strafblad. Dat wil je gewoon niet hebben. Dus meld het gewoon bij de politie. Maak er een paar leuke foto's van. Sla ze op. Een foto is voor altijd. En dat brengt gewoon zoveel problemen met zich mee. Meld het gewoon bij de politie. Wat ik heb gedaan. Vonden jullie deze video nou zo leuk? Doe dat duimpje dan omhoog. Ik blijf zo doorgaan. Ik vind het leuk om voor jullie video's te maken. En abonneer, zou ik zeggen. En maak kans op de winactie. Win 2 magneten, waaronder nu 1 terror. Hoe gaaf, kijkers.
Ik kan niet veel meer zeggen. Oh, ja. Voordat ik ga afsluiten. De volgende video gaat in het Engels. Ja, en wat is er nou zo speciaal aan dat? Ik ken helemaal geen Engels. Dus dat wordt natuurlijk lachen, gieren en brullen. Dus ik zou zeggen, zet dat belletje aan. En ik zie jullie in de volgende video. Ik zeg tjallas.